allemaal, leuk dat jullie kijken. Vandaag hebben we een werkster van Carabara Affinis. En ik heb ze al gevoeld en ze kunnen best wel leuke dingen doen. Deze steken op een of andere manier. En ja, dat gaan we bekijken vandaag. Dus ik laat hem weer zien, hier loopt hij. En dan laten we hem nu steken. Hij is heel erg snel en loopt een beetje als een konijn, een beetje zigzaggend. Even kijken hoor, hoe gaan we dit doen? Ze probeert het wel een beetje. Ik ga heel eventjes ervoor zorgen dat ze goed in de... Ja. Oké. Jullie zien het niet, want daar is ze te klein voor, dus ik kan het niet goed inzoomen. Maar ze is nu heel duidelijk bezig met een... haar achterlichaam, haar gaster, die vliegt alle kanten op. Zeg maar, om zo goed mogelijk te kunnen bijten en te kunnen steken. Nog even een keertje hier kijken of het kan. Dat is de ideale plek. Ik weet ook nog steeds niet dat mij bezielt dat ik dit doe. Zo. Want ik heb ze al een paar keer gevoeld. En weet dus ook dat ze soms steken. Maar vandaag even niet. Dus ik heb ze al eerder gevoeld. Dus daarom hier in de lijst waar ze staan. Ook uit eerdere ervaringen. Het is niet hoeft niet altijd bij de pijnproef goed te gaan. Dus ja, hier het lijstje. En bedankt voor het kijken naar deze video. Laters!